Ja, de notaris heeft nu uit de nieuwe aanmeldingen 3 kandidaten getrokken. Ik heb dus 3 nieuwe donateurs voor het tweede spel Animal Cracks aan de telefoon. Allereerst mevrouw Langeland, klopt dat? Ja hoor, dat klopt. Hoor. Ja, goedenavond. U komt uit... Dalen. En mevrouw Brak, u bent er ook? Mevrouw Brak? Volgens mij is dat Wout Brak die ik daar hoor. Ik ga eens even kijken. Mevrouw Batenburg, Bianca Batenburg. Ja, dat klopt. Ja, u komt uit... Enkhuizen. Ook welkom. Ik probeer het nog een keertje. Mevrouw Brak, bent u daar? Nee, dan hoop ik dat we nog een andere, een vierde kandidaat aan de telefoon hebben. Mevrouw Dupont uit Oudenbosch. Bent u daar wel? Ja hoor. Fijn zo. Mevrouw Langeland, ik koppel u aan Poes 1. Mevrouw Batenburg uit aan Poes 2. Koppel ze even je lekker aan je eigen op. Dat zou prettig worden, zeg. Mevrouw Batenburg aan mijn Poes. Nou ja, en mevrouw Dupont, u begrijpt het al, hè? U katje nummer 3. Heel slim. Ja, dat ken ik. Ja, wat mij betreft, laat Animal Cracks maar beginnen. Goedenavond. Daar zijn we weer. Normaal gesproken hebben we altijd haarsmoeden van gauw, maar we kunnen rustig op ons gemakje dit spelletje met u gaan spelen. Naast ons staat dus Kater 1, hè, want u bent Ina en u heet Bonfire. Wat is het voor een merk? Een Siamese. Een Siamese? Een Siamese. Heeft u die zelf gekocht? Waar komt die vandaan? Is het een... Die heb ik zelf gefokt. Zelf gefokt? Ja. Met uw man samen? Bent u... We hebben eraan meegewerkt, laten we het zo zeggen. Nee, u heeft het ontwerp gemaakt. Ben u een Siamese? Bent u een Siamese fokster? Hoe heet dat? Ja, Siamese. Meer Siamese thuis? Ja, en Oosterse kortharen. Wie? Oosterse kortharen. Dan Oosterse is kortharen. Dat is een Siamese in een ander jakje. Ja. We gaan het spel spelen. U weet hoe het is. Ik heb het net voorgedaan. Ik zal het nog één keer laten zien. We gaan dus... Ja? Nee hoor, het moet zoveel mogelijk van die dingen eraf gooien. En het zijn hele kostbare dingen. Wil je even kijken? U ziet hier achter schitterende lampen. Dit is allemaal zwaar porselein hier zo. Kijk even, dit is wel heel erg kostbaar. Dat begrijp ik wel. Die zijn niet te betalen eigenlijk. Daar een beetje achterin. We hopen dat die heel blijft. Maar ja, je weet dat nooit. Het is heel breekbaar natuurlijk. Hè? Zullen we maar beginnen? Ja. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. U gaat erachter staan om de Bonfire aan te moedigen. En ik ga hem nu overpakken. Van u. Ja? Voorzichtig, want ik ben er zelf heel zuinig op, hè? Ik heb hem. Ja? Snel. Ik kom eraan. Doe nu snel, mevrouw Bonfire. Hij heeft 30 seconden. 30 seconden om over te lopen en zoveel mogelijk eraf te gooien. Kom 30 op, seconden, gaat nu in. Kom op. Kom op, maar hierheen. Kom op. Gooi alles er maar af. Je moet het eraf gooien. Bonfire. Kom, hé, je moet gooien. Gooi alles eraf, ga jou het schelen, joh. Hup, gooi eraf. Hup. Kom. Alles eraf gooien. Hé, kom maar. Je moet alles eraf gooien, schat. Het is zo simpel. Kom maar. Je vrouwtje kan van die leuke dingen winnen. Kom maar. Kom maar. Eerst maak je herrie, er staat in de bed. Maar ik ga hem even. Kom maar. Ja, goed zo, gooi hem af. Ja, goed. 1, 2, 3. 3. Gooi je ezel. Hup, gooi je ezel. Papa! Fantastisch. Bonfire, wat geweldig. Ja. Ach, hij ziet er zo schattig uit. Wil u hem zelf even pakken weer? Heel fijn. Kom u weer even hier, want hij heeft heel wat eraf gegooid. Ik weet niet zo gauw hoeveel hij eraf gegooid heeft. Daar ben u weer, hè? Ja. Komt u maar. Hij heeft er 6 afgegooid. Cornet van de jury, 6 stuks afgegooid. Dat is mooi natuurlijk, hè? Voor een Siamese. Hoe oud is hij? 3,5 maand. 3,5 maand. Zijn ze altijd, is dit een speciale soort omdat ze zo wit zijn? Dit is een lilac point. Een pardon? Een lilac point. Lilac point? Lilac, dus de kleur van de points, al de uiteinden, die hebben een lilac kleur. Maar komen die uit een speciaal land? Nee hoor. Nee, gewoon uit die komen uit lilac of zo. Hartstikke leuk dat u mee. U blijft even staan natuurlijk. Ik blijf hier staan. U heeft pleisters bij u, hoop ik. Dus kom. Dan ga ik verspraten met de tweede kandidaat en die staat daar. Dat is natuurlijk Rinus en die heet bij zich Wyvern.
Wyvern. Wyvern. Wyvern, kijk even in de camera. Wyvern, kijk even. Is dat een koppie? Oh, dit is mooi, hè? Schitterend, zeg. Het is net zo'n echt een speelgoedpoes, hè? Zo ziet hij eruit, hoor. Het alleen zal... deze leeft. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar zo in de winkel zie je ze altijd zo staan. Hoe heet het? Wat is het? Een... Dat is een pers. Persische plak. Pers. Ja, een pers. Oh, ja, die niet veel op de grond. Maar die waren toch zo ontzettend? Ja, maar ja, dat groeit eraan, hè? Want daar ben je de hele dag aan het barsten. Dat ben je altijd mee bezig. Is het ook een uit een nest een hele kwekerij bij u thuis? Of... Nou, een hele kwekerij. We hebben dus... Wat katten waren we dus een beetje hobby mee fokken. Ja, ja, dat bedoel ik. Dus ja. U fokte mee. En dit is een oud... Dit is een eigen exemplaar, 15 maanden oud. 15 maanden oud? En hij is al vader. Ach, nou al? Ja, dat is een flinke. Ja. Dat is een flinke. Maar hij is in de slaapkamer geboren. Hij is in de slaapkamer? Ja, natuurlijk. Dus vandaar. Natuurlijk. Dat ja, gebeurt meestal met die dingen. Ja. Ik pak hem van u over. U weet wat te bedoelen. Kan ik hem zo pakken? Ja. Pak ik hem zo? Ja. Goed? Ja. Is die kan... Goed. Oh, nee. Oh, deze is leuk. Ah, hij staat me ook zo goed. Nee. Gaat u weer achter het schot zitten, dan zet ik hem hier op, dit, op het schavotje. Dan zet ik hem nu hier op het schavotje. En u moedigt hem weer aan. Hij heeft 30 seconden om zoveel mogelijk eraf te gooien. En go, White Dream. Pini. Ik geef een duwtje. Geef even een duw. Kom maar, White Dream. Gooi er maar zoveel mogelijk af. Kom maar, joh. Kom maar. Gooi maar. Deze vergeet je. Kom maar, dat één. Kom maar, gooi me zoveel mogelijk af. Ja. Pini. Deze kan er ook weg. Pini, kom. Kom maar. Staat ook allemaal in de weg voor de beesten. Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Daar gaat. Ja, en gooi. Ja, gooi, 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 gooi. Bom, 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 bom. Kijk even op. Wyvern, je bent een kanjo. Ik pak je even. Oeh, eraf. Kom maar, schat. Ah. Wat schitterend, hè? Wat zijn ze goed, die jongens, hè? Ja, gooien er veel. Maakt die thuis ook veel schade? Nou, valt mee, hoor. Ja? Ja, meestal de duurste vaasjes. Ja, dat is mooi. Je flink verzekeren toch van die jongens, hè? Maar je weet het maar nooit. Ja. Acht. Acht liggen eraf. Oeh, dan ligt hij al voor op de voorhanger natuurlijk. Ja. Hartstikke goed. Als u misschien even wachten nog op de derde kandidaat. Hij gaat lekker, hè, Loretta? Vind je ook? Ja, ik vind het fantastisch. Komt u maar even met de derde, hoor. Want dat is Gert-Jan en die heeft Marmot. Waarom heb je je poes Marmot genoemd? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Wij kregen hem als een klein katertje en toen wilden we hem Tijger noemen. Maar ja, Tijger, daar luisterde hij niet zo naar. Nee. En toen lag hij naast ons in bed. En toen zat hij zo te graven in de lakens. Toen dacht ik, nou, Marmot noemen. Marmot? Hij behaven haar behoorlijk. Ah, ja, die moet je ook flink borstelen iedere dag natuurlijk. Ja, hoe oud is deze? Hij is 7 jaar. En is dat ook een pers? Ja, dat is ook een pers. Dat is een witte pers? Dat is een golden. Een? Shaded golden. Shaded golden? Shaded golden pers. Shaded golden pers. Dat is ook een merk. Ja, dat is ook een merk, ja. Ook een merk. Een shaded golden pers. Nou, we zitten enorm aan de tijd. Thuis bent natuurlijk allemaal ontzettend benieuwd wie er gewonnen heeft. Henny. Dus we gaan het spel zo gauw mogelijk afwerken. Maar ja, het duurt toch nog even 30 seconden. Ja? Ik zet hem er weer op. Als u erachter gaat staan, dan gaan we proberen of deze rakker er meer af wil gooien dan de vorige. 30 seconden. Ik ga nu in. Go! Ja, ja, ja! Oh! Yo! Komt die 30 seconden lopen nog? 30 seconden lopen nog? Hij kan er snel op. Oh. Ja, kom maar. En zo snel mogelijk. En goal! Fantastisch. Oh, hoe heb ik nog? 30 seconden is een onbeleid. Jammer nou. Hoe heb ik nog? 4, 3, 2, 1. Jammer, gooit er maar één achter, dat is erg jammer. Dus deze heeft sowieso niet gewonnen. Dus de andere twee prijswinnaars mag ik erbij hebben. U had er 6, u had er 8, hè? Ik had er 8. Nee, deze had er 8, hè? Daar had er 8, hè? Dus deze heeft ongetwijfeld gewonnen. Ik heb de enveloppen weer voor u. Dus één van de twee heeft u gewonnen. Mag u kiezen. Het is de baas heeft gewonnen of de poes heeft gewonnen. Eén van de twee. U mag de envelop kiezen. Nou, zullen we deze benemen? Die, ja. Zal ik hem openmaken? Alsjeblieft, poes. Alsjeblieft. De baas heeft gewonnen, een diepvrieskist. Wauw, Loretta, een diepvrieskist. Hartelijk gefeliciteerd aan u ook, hè. Bedankt voor het meedoen in ieder geval. Ja, de poes had terecht. Ach, gelukkig, hij is er al. En niet alleen de baas heeft die diepvrieskist gewonnen, want ook Bianca Batenburg uit Henkhuizen. Van harte gefeliciteerd. En voor de andere twee nieuwe donateurs een prachtig boek van het Wereld Natuurfonds. Laten we zeggen, als een soort troostprijs. Maar het is een heel erg mooi boek. Prachtig boek is het. Ja. Mooie diepvrieskist ook trouwens. Ja, absoluut. Energiezuinig. Zeker.